Zo, we zien gewoon niks, nee. Het is maar goed dat er af en toe nog een vuurtje staat. I just wanna see where your love can take me. When I'm with you, no, the world won't break me. Dit. Eén. En dit. Twee. En deze. Ook de Lucky Trevor zijn geweest. Zo. Drie. Zie je nou? Kom, ja. Tel hè. Welke is dit? Eén. En dit? Twee. En deze? Drie. Ah, hij zei echt drie net gewoon. Hij zei gewoon 1, 2, 3. Dit is niet normaal. Eindelijk dat is. Welkom bij een nieuwe video. Ik ben Sergio. Ik ben René. Ik ben oma en ook Els. En wie ben jij? Nou, door, ja? Ja, ja, want ik heb dus iets heel leuks besteld. Het is oudejaarsavond trouwens. En die vieren we gezellig bij mijn moeder. En we gaan er gewoon toch een leuke avond van proberen te maken zo. En ik had al begrepen dat er de Masked Singer op tv is in een special variant. Dus dat is heel leuk. Ik hoorde dat iemand een oliebol speelt. En zo. Oh ja, dat is leuk. Maar ik heb dus een pakketje binnengekregen vandaag. En dat heb ik besteld bij Hibobi. Hibobi. En ik denk eerlijk gezegd dat het gewoon een beetje hetzelfde is als al die andere beetje Alibaba sites. Maar ik ben echt super tevreden, want het is gestuurd via FedEx. En daar ben ik ook goed van op de hoogte gesteld. Het is ook redelijk snel in dit geval binnengekomen. En ik hoop zo dat hij het past, want ik heb er heel veel leuke dingen besteld en echt een hele doos vol. En ik heb de maat tussen 2 en 3 jaar gekozen. Maar ja, dan is het natuurlijk maar net even de vraag hoe die valt. Dus ik hoop dat hij niet te klein valt. Oké, de eerste. Waar jouw glitchkijkertje zit. Hey. Dat is... Oh, heel erg leuk, hè? Een heel lekker pakkie. Is het een pakje of een pyjama? Nou, een beetje een joggingspak, pyjama kan allebei. Er staat iets Chinees, Japans, Chu Xi Xi op. Wil jij deze dan? Leuk. Ja. Toch? Zeker. Oké, next! Superleuk. Geinig, toch? Ja. Ook gewoon om te slapen of... Het is echt wel een beetje het Chinese-achtige, heb ik het idee. Ja, een beetje... Cartoon is ook niet het juiste woord. Ik weet zelfs niet eens meer wat ik heb besteld. Oeh, kijk dan. Oh, die is vet. Love my style. Dat moet je voelen. Oh, dat is echt wat voor jou, ja. En een beetje een hoge kraagje. Leuk. Een soort... Oh, ja, heel zacht. Voorzichtig, hè? Beetje een ja. Turtleneck. Toppie. Oh ja, deze vond ik zo leuk! Beertjes, kleine beestjes. Oh. Maar je hebt in ieder geval een goede maat. Ja, super. Ik denk het wel, hè? En deze dan? Die eronder. Heel leuk. Ja, super stoer. Echt leuk. Ik hoopte dat hij deze zou passen. Ja, ze passen. Echt waar, dat denk ik ook. Kijk, nog een gave turtleneck. Even kijken, hou eens omhoog. Echt kooltruitje. Oh, ja, daar hou ik van. Ja, toch? Ja, met die zonnepak. Leuk. Hallo. 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 Tof kleurtje ook, ja. Ja, hè? Ja. Zijn er nog niet? Nog lang niet, nog lang niet. Deze heb ik voor in de zomer. Die wil jij ook, hè? Ja, ja, ik wist het. Twinning. Ja. En die moet ik even zoeken dan. Hoeveel heb je besteld van die dan? Ja, heel veel. Ze hebben alles heel goed plat gedrukt. We waren ook iets van 100 nog wat kwijt. Maar, nee, hoeveel was het nou? 200 nog wat? Ik maar ja, voor de kleding die we nu... Oh, de pyjamaatje! Ja, pyjamaatje, een nieuw pyjamaatje. We zijn wel helemaal in de berenthema, zie ja, ik. Ja, ik was helemaal... Ja. Hallo, het is toch ook ons kleine beertje? Is dat Pikachu? Oh ja. Toch een beetje stoer, maar toch ook wel van ik ben een kind. Ja. Oh ja. Oh ja.
Oh leuk, echt wel leuk, heel leuk. Ja. Dit is echt een beetje, ja, dit was gewoon echt rocket. Het is normaal niet echt mijn stijl, maar ik vond hem leuk. Hij is wel geinig. Oh, de rocket is niet jouw stijl. Weet je dit? Nou nee, ik snap het. Maar toch dacht ik van, ik vond hem toch leuk op de foto. We go back to the bear. Zijn we er bijna? Nee. Ook een lekker pakkie. Het is lekker zacht, polar bear. Hij is iets rozer dan ik dacht, maar dat geeft niet. Echte mannen dragen roze. Precies, zo is het. Oké, deze vind ik ook echt helemaal te wowie. Deze vind ik zo leuk. Ook weer, hetzelfde beer. Dat vind ik gewoon heel schattig. En dan deze boek dan. Ja. Is ook wel fijn. Dan heeft hij gewoon ook wel even weer een aantal. Het zijn setjes, maar je hoeft het niet als setje te gebruiken. Ja. Ja, het was wel nodig, hè? Ja, het was nog een beetje. Zijn we er bijna? Bijna. Oh, deze heb ik 2 keer besteld, blijkbaar. Ik vond hem zo leuk dat ik hem 2 keer heb besteld. Oh ja. Ja. Mama. Oh, die is inderdaad heel. Ja, helemaal super gaaf. Super. Vind jij het ook super? Doffie! De laatste? Nog 2. Goedemorgen. Want je hebt waarschijnlijk bij Audi's ook leuk. Kaktus. Heel gaaf. Gewoon lekker zacht, zo relaxed. Ja. Maar mijn moeder zegt altijd dat ik hem iets zachts en relaxed aan moet doen. En de last one. Ja, ik was echt in beren, ja. Ook leuk. Leuk. Echt leuk, hè? Ja. Nou, en inderdaad volgens mij de goede maten. Dus ik ben helemaal happy. Hopen dat het koud blijft. Nou is die leuk. Goed bezig. Ja, hè? Hey, knapperd. Potverdikke me. Mooi. Oh, hij doet het nog een keer. Even een nieuwe opkomst. Kom maar nog een keer. Hey! Ga je vast inschenken dan, voor de zekerheid. Kan ik er maar één zetten? Nee, je moet om 12 uur toch poppen? En dan ook zeggen nou, poppen. Om 12 uur poppen, ik heb mijn net een eentje later met de miljarden. Het is toch gelukt? Ja. En tegenwoordig stel ik. Wat wil jij? Hij maakt niet uit. Oké. Hallo. Zeg dan. Hallo. Zeg Tom. Oké. Hallo. Gelukkig nieuwjaar. Nee, doe maar poppen vast. Doe maar vast inschenken. Ik vroeg waar ze. Nou, officieel mag die niet luid maken, maar. Ik vroeg waar de Jip en Janneke in champagne lag. Toen moest ze lachen. Wegschreeuwen. Hoeveel hebben we nog? Een paar seconden? Ik heb het nog. 8, 7. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nee! Gezondheid. En liefde. Gezondheid. En samenwonen. En gezelligheid. En dat het. Maar gewoon. Een normaal jaar. Dan zijn we al tevreden met normaal. Ja, een normaal jaar. Ja. Gaat het. Never nooit worden, sorry. Natuurlijk. Een normaal jaar. Nee. Maar gewoon gezellig, leuk en gezond. Nieuwjaar! Ciao! Proost. Gelukkig nieuwjaar! Gaan we even buiten spieken? Hi Poppie! Dat is weer achter, ja! Een groot vuurtje in het midden. We zijn onderweg naar huis. Gevaar van eigen leven. Gevaar van eigen leven. Ja, ze is precies op het huis. Ja, dat is het beste.
Kleiner, maar wel hoger. Ja. Ik zie geen fuck meer door alle vuren. Is het een fucking mistig of is het gewoon overal... Het is ook wel heel koud natuurlijk, de auto is bevroren. Maar het is wel echt... Vuur gerelateerd is gewoon wel. Nou. Zo, we zien gewoon niks, nee. Het is maar goed dat er af en toe nog een vuurtje staat. Dit is gewoon geen zicht op een meter afstand. Holy shit. Ja, rij maar lekker stapvoets, ja. Het lijkt wel alsof deze vanuit het midden van de straat komt. Dat is gewoon zo. Oké. Okay. Dat vind ik minder prettig. Wauw. Oké. Okay. Even wachten. Ja, wacht maar even inderdaad. Maar we kunnen wel door het dak kijken. Als die niet beslagen is, wel ja. Zo! Wauw! Holy shit. Ik denk dat de auto er niet uitziet zo. Wauw! Wow. Oh ja. Knijter gevaarlijk, maar verder is het mooi. Ja. Kunnen we niet achteruit? Ja. Voorzichtig kijken of we er langs komen inderdaad. Anders maar hier naar rechts. Ja, is dat politie, dus dat is sowieso heel fijn. Ja. Oh, zo. We staan er gewoon mee. Ja, wat gaan ze doen? Gaan ze ingrijpen? Ja, sta je dan met je vier, met je vier fietsjes. Ja. Ja, ze gaan wel iets zeggen dat in de menigte. Ja. Ja, dat bedoel ik. Wat denk jij? Meer of minder vuurwerk? Ja. Jazzy Silver. Ik ben je kwijt. Ja. Hè? Waar komt dat geluid nou vandaan? Ik hoor je wel, maar ik zie je niet. Waar ben je? Jesse Silver, waar ben je nou? Hey! Hey! Boepie! Ga je mee naar de Aziatische supermarkt? Ja. Oké, okay, kom. 2 februari zelfs, januari. En ja, we zijn nog eventjes lekker op de vrije tijdmodus. Ik denk dat dit jaar echt het jaar wordt van de joggingbroek. Waarom? Nou, omdat gewoon alles in die dozen zit en... Oh, zo ja. 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 Nou, maar ik kan geen joggingbroek aan mijn werk helaas. Nee, ik wel. Ik claim het toch daarom. Ik denk wel dat het veel van hetzelfde wordt. Hè? Dat ze echt denken van, ja. Je hebt zoveel andere kleding. Inderdaad, als je ons vaak met dezelfde kleding ziet lopen, dan... Het is wel gewassen. Je moet even nog wat uitsmeren, denk ik. Oh. Zo licht. Ja, we hebben dus ook nog maar 1 spiegel, dus die in de badkamer. Die heeft niet het meest fijne licht, zeg maar. Dus we proberen even onze gedachten lekker even te verzetten. En een tijdje terug wilde ik naar de Aziatische supermarkt in Ypenburg. Toen was er alleen een rij en daar wilden we toen niet op wachten en daar hadden we ook geen tijd voor. Dus we gaan het vandaag nog een keer proberen. Dit lijkt wel het einde van een Kiss-concert. Dat ze uiteindelijk de gitaar kapot gooien. Ga je een liedje zingen erbij? Ja! Oké, zing maar een liedje. Zie je allemaal, Jess. Wat heb je gevonden, schat? Een leave-in conditioner, coconut milk en honey. Is dat om te koken? Nee, poepie, dat is voor in mijn haar. Okay. Lekker, hè? Allemaal lekkere dingetjes hier. Super groot. Mama. Poepje. Oh,
met de klok. Dan. Genezen van de Aloe Vera drankjes, hè? Ik zie allemaal, ja, maar ik zie allemaal dingen dat je denkt, oeh, dit ziet er ook lekker uit. Wat is dat dan? Yogo Vera. Ik denk van een beetje yogi en aloe vera. Zo, lult de oren van mijn kop. Is dat niet een beetje zoals die tea dingetjes die wij wel eens halen? Weet het niet, maar dan ben ik heel blij. Die bubble tea, maar dan zonder de bubbles? Oeh, zie je die? Hierin? Hey! Hey! Hij is een beetje moe. Holy shit. Even voorbij komen hoor. Cholera. Wat? Ja, wel groot. Heel groot. Veel vlees en vis en heel veel kruiden en zo. En volgens mij draait heel Azië op bami-soep. Ja. Instant noodles. Wel weer leuk om dingetjes te proeven en te doen en niet kennen. Weet je, ik kan niet. Op een gegeven moment, ik begin rustig. En op een gegeven moment dan raak ik echt overprikkeld. Dan kan ik gewoon niet meer overzien, zeg maar, alle potjes en alle kruiden en dingen die ik gewoon even rustig wil bekijken en lezen. En dan het lukt me dan gewoon niet meer. Omdat je je opgejaagd voelt, omdat er zoveel mensen zijn. De mensen en Jesse die dan een beetje wat geprikkeld raakt. Die heeft gewoon slaap, dus gewoon niks geks aan. Maar dan, en een mondkapje en dan krijg je het zo warm. Nou, we zijn dus €200 verder. €208 te zijn. Krijgen we er ook een cursus Chinees bij, of niet? Zou die moe zijn geweest? Het is schattig. We zijn thuis. Alles is uitgestald. Het staat allemaal op de aanrecht. Superleuk. We waren een beetje aan het fantaseren. Hoe leuk zou het zijn als we gewoon knijterrijk zouden zijn en gewoon nergens naar hoeven te kijken. Dan zou ik echt elke dag de meest waanzinnig vreemde ingrediënten en soorten vlees en vis kopen die ik maar kan vinden. En dan gewoon zien we wel of we het lekker vinden of niet. Het zou leuk zijn. Het is wel een, zeg je dat wel? Een droom, een fantasie. Nou, hartstikke leuk. We hebben een zak gember. Dat is niet zo bijzonder natuurlijk, gewoon gember, lekker. Dit, geen idee, poppan. Spring onion crackers. Spring onion crackers. Kom, dus die springen eruit. Ja. We hebben een hele doos met instant noodles, eend en krab. Hartstikke lekker. Dan hebben we gewoon kroephoek om zelf te bakken. We hebben tofu. We hebben deze, vond ik ook wel bijzonder. Hot chicken, maar dan yayang. Ken je wel toch? Yayang. Nee. Hij is bruine, of was het ook alweer? Korean black bean sauce. Oké. Okay. Black bean sauce, ja. Lychees in de blik, hartstikke lekker. Lychees. Roasted peanuts wasabi. Wasabi. We hebben gedroogde paddenstoelen. Ja, gedroogde paddenstoel. Ik vind het heel erg lekker. Kun je lekker marineren voor in de soepie of met de vlees. Of nee, interesseert jou toch niks. Shallotjes. We hebben dry aged render short ribs. Dry aged, jawel. Is gerijpt. Dus die waren in de aanbieding. Hele dunne lapjes, die kun je lekker grillen. Gewoon heel kort. En dan een beetje peper en zout. Ik zou daar niet al te veel mee doen. Halal zoutvlees. Dus een soort van ribeitje. Maar dan gezout al. Ben benieuwd. Lekker stuk. Nou, ik vond dit wel lekker. Want daar hebben ze dus in de winkel niet. Van dat gewoon hele dikke. Het is gewoon een dikke spek. Maar die hebben ze in de supermarkt. Heb je die gewoon dun gesneden. En dit is gewoon lekker dik. Dan kan je ook lekker kruiden en dan in de oven of gewoon lekker bakken. Tofu hadden we al. Dit is een stukje procureur als het goed is.
Oh nee, dit is die runderhals. Die kunnen we ook gewoon lekker stoven. Dit is de procureur. Tauge, barmi. Of ja, noodles. Kruidenmix voor soep. Maiskolfjes. Super, super triple hot sambal. Dit was, daar kom jij mee aan. Ginger latte. Ja, lijkt me lekker. Daar moet dan melk bij. Als het goed is. Ik weet niet of dat bij die moet, maar bij deze in ieder geval wel. Wie wil nou geen kashmir thee? Kashmir pink chai. Ziet er inderdaad wel erg velvet uit. Ja. Heel zacht. Just add hot milk. Dus die moeten we nog ben even benieuwd, halen. Lekker. Nou ja, verschillende sauzen. Barbecue, slow simmered hickory. Heel veel dingen. Heel veel dingen weet ik zelf ook nog niet wat ik ermee ga doen. Maar dan google ik en dan ga ik gewoon recepten zoeken. En dan maak ik er gewoon iets van. Lychee, stemgember, verschillende aloe vera. Dit vond jij dan weer? Het is voor in mijn haar. Het is niet om te eten. Niet om te eten? Nee, coconut oil en baobab oil. Oh, baobab? Hydrate and strengthen. Dat is van? Dat is van het hotel. Van het hotel. In Gran Canaria. De kanalen waren ook in de aanbieding. Wasabi. Snack. Ook weer wasabi. Green peas snacks. Nou, vast wel heel lekker. Verschillende kruidenzakjes. Een dorade, een hele vis. Octopus. Ja, dus een sepia, die heb ik gekozen. Dat is een wat kleinere inktvis. En dit is zijn platte ribben. Perrips. Dus daar ga ik dan een van die zakjes over. Daar overheen. Oké. Okay. Ja, toch? Dus daar moet ik nog. Moet ik lekkers van maken. Melk halen. Ja, jij stuurt me weer op pad gelijk. Oké. Okay. Melk halen. Maar ik ga eerst even iets kiezen om te maken. En die ga ik even marineren. Want anders hebben we straks niks om te maken. Dan zijn we straks niks gemarineerd. Dus dat. Zo, we gaan voor het eerst die Royal Chai Tea proberen te maken. Met premium, met havermoutmelk. Er staat eigenlijk gewoon melk op. Ik hoop dat havermelk ook oké is. Havermoutmelk. En dat was 80 milliliter, hè? Nee, 150 toch? Oh. 180. Oh, 100. Oké, 180. Dat gaat niet passen in mijn leuke kopje, denk ik. Kijk, ik ben echt fan van deze kopjes. Ik heb er maar één, maar ik wil er meer. Ze zijn zo leuk. Ja. Oké. Okay. Kijk dan, een leuk kleurtje. Ruikt ook lekker. Ruikt wel apart. Ja. Zo, Sergio is een paar vleesjes aan het maken. Die we hebben gekocht bij de Oriental Supermarket. Ja, dit is de dry aged. Verdomd lekker uit. En het ruikt goed. Dit is echt top of notch dry aged steakie. Ik heb hem heel licht gegrild. Beetje gele potlood. Bij de citroen. Beetje citroen, beetje olijfolie en peper en zout. Ja, dit is echt een stukje vlees, daar moet je gewoon niet meer aan doen. En daaronder ligt een lekkere salade van mango en avocado. Mmm. En mais? Ja, maiskoffie inderdaad. Die staat zo meteen voorbij deze heb ik gemaakt, dat is de hals, onderrib. Met sesam dressing, sesam marinade, een beetje aardappelen erin. En die heeft nou, die heeft nou 8 uur opgestaan. Dus die is zo klaar, die mag jij. En ik eet lekker dorade visje gevuld met gember, knoflook en een shallotje. En dan een beetje aftoppen met tauge en maiskolfje. Lekker. Oh, ik zie het, jongen. Mmm. Is lekker.
Oh, wat een mooie truc. Het eten was heerlijk. Dit is echt het begin van een hele slechte campingvakantievideo. No. Wij kijken naar Atypical. Gaan we hem really zo afsluiten? Doe even een lichtje dan. Oké. Jezus. Eet was heerlijk. Ik heb nu in bed. Echt genoten van mijn vis. Die was echt heel erg lekker. Dat is echt. Ik kan me niet herinneren de laatste keer dat ik zo'n vis gewoon thuis heb gemaakt. Gewoon voor mezelf. En ik vond hem echt heel erg lekker. Ik heb zelfs de helft bewaard zodat ik er morgen een beetje salade van kan maken. En Jesse heeft ook geproefd. Die vond hem ook heel erg lekker. En de maiskolf heeft hij ook helemaal opgerarmd. Zo, Redje die had op een gegeven moment de maiskolf te pakken. En ze lieten hem niet meer los. Ze lieten hem gewoon niet meer los. Maar gewoon, met z'n tweeën hebben we echt lopen trekken aan die bek. En ze lieten hem gewoon niet los. Dat was al een keer met klei. Ik denk echt dat, dat de kaak dan een soort van op slot zit. Nou, ik weet wel dat bijvoorbeeld pitbulls, die iets bijten, die laten gewoon niet meer los. Nee. Ik weet niet, ja, op slot weet ik niet hoe dat... Of je dat zo kunt noemen, maar in their mind, zeg maar, gaan ze op slot. Dat wel, soort van. Ze wilden gewoon niet loslaten. Ik heb echt, ik weet wel, een trucje zo, dat als je dan hier achter hinger in het, en dan kreeg je dan eens trekken, en dan ga je niet los in zijn ogen. Wist je dat? Ja. Dus dat, tip van Flip. Anyways, heeft losgelaten. Althans, nee. Anyways, we hebben hem eruit getrokken. Flos? Hè? Wat zei je? Anyway. Ja? We hebben hem eruit... Ze liet los. Oh. Zo. Ik stond echt heel wat anders. Oh nee, we hebben hem er soort van uitgetrokken. Ja. Inderdaad. Dus, inderdaad. Met brutal force heeft ze losgelaten. Ja. En we zijn nou Atypical aan het kijken. En dus, inderdaad... Leuke serie. Ja. Ja. Op Netflix. Ja. Netflix, Atypical, erg leuk. Echt aanrader. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van weer een ontzettend leuke vlog. Ik vond het in ieder geval weer ontzettend gezellig. Vergeet niet duimpje omhoog te doen en te abonneren en het belletje aan te zetten. En dan zien we jullie heel graag bij de volgende video. Ciao, 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 ciao.